Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik heb een heleboel leuke reacties gehad op de vorige. Dankjewel daarvoor. Deze week gaan we het over te laat hebben. Dat hoort ook bij representatief zijn. Hoe kom je nou op tijd? En wat zijn tips om niet te laat te komen? Want dat gebeurt nogal eens. En dat zie je in de rest van de video. Hey, jullie vertelden mij vorige week over een docent die te laat kwam in de klas. Waarom was het irritant? Nou, omdat het vervelend is, als wij te laat komen, mogen wij de les niet meer binnen. Nee. Maar als zij te laat komt, is er niks aan de hand. Oké. Dus als wij te laat komen, dan zijn wij zeg maar de l***. Ja. Dat is het eigenlijk. Daar zijn we een beetje oneerlijk. Ja. Als wij dan een keer kibbeling gaan eten of zo, en we denken we kunnen wel later komen, maar zij is ook te laat. Ja, dan wij zijn dan nog later dan haar, dan mogen wij gewoon de les niet meer doen. Ja. Alleen maar oneerlijkheid. Meneer Hofstra. Hallo. Als jij op tijd wil komen voor een afspraak, bijvoorbeeld een hele belangrijke afspraak, hoe zorg je er dan voor dat je op tijd komt en hoeveel kom je dan op tijd? Ik kom normaal gesproken 10 minuten eerder aanwezig. En heb je ook nog een tip om op tijd te komen? Op tijd vertrekken. Oké, duidelijk. Simpel en duidelijk. Deze week hebben we het over te laat komen. Ja, ik ben als gast hier. En er komt toevallig iemand binnenlopen die te laat is. Mevrouw van Engels. Ben u in de gang op zoek naar slachtoffers? Die vinden we namelijk altijd wel. Heel veel studenten willen wel op de vlog, die vinden dat echt heel erg leuk. En de studenten die ik nu tegenkom, die zijn zeker te laat. Dus nou, wie weet zien we er een paar in het wild. Te laat. Ja. Ja, hè? Want de gang is leeg en ik denk deze studenten die zijn gewoon echt te laat. Ja. Hoe komt het dat jullie te laat zijn? Ja, we moesten van een andere locatie komen. Ja. Oké, okay. En er was een eindfietser? Ik heb een sigaretje open. Ah, kijk, daar komen de aapjes al uit de mouw. En als je nou een belangrijke afspraak had gehad, bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Iets eerder vertrekken. Ja, iets eerder vertrekken. En hoeveel kom je dan op tijd? Ja, oké, okay. Ga snel naar je les toe. Je hebt in ieder geval een alibi gekregen door mij nu. Ja. Hey, succes vandaag nog. Dankjewel. Goedemiddag, we gaan hier beginnen met deze les. Zijn jullie te laat? Nee. Net op tijd? Ja. Top. Ik ben nu op weg naar Laura. Laura is ook koepelend mentor bij applicatieontwikkelaars. En ik hoop dat zij ons een paar tips wil geven over te laat komen en hoe je dat dan uiteindelijk kunt voorkomen. Hey. Hallo Laura. Hallo. Laura, kun jij misschien de studenten een paar tips geven over te laat komen? Hoe kun je dat nou voorkomen? Ik denk dat je ten eerste als student je heel goed af moet vragen van waarom zit ik op deze opleiding? Ik neem aan omdat dit is waar je je toekomst ziet. We zijn een beroepsopleiding. Ja. Dus wij leren studenten ook een beroepshouding aan. En een beroepshouding, daar hoort bij dat je op tijd op je werk verschijnt. Ja. Wat ik studenten dan aanraad is om de avond van tevoren alvast goed voorbereid te zijn op de volgende dag. Mm-hmm. Pak je tas alvast in, leg je kleren alvast klaar, zet desnoods alvast spullen klaar. Zet genoeg wekkers, zet een wekker. Zet 2 wekkers, 3 wekkers, 6 wekkers, 10 wekkers. Zet genoeg wekkers, zet een wekker. Ja, hulp inschakelen. Gewoon tegen je huisgenoot, je ouders, wie dan ook zeggen, rammen mijn bed uit 's ochtends. Trek de dekens van me af, gooi die gordijnen open, plens koud water in mijn gezicht. Zorg dat mijn bed uitkomt. Dan moet het goed komen. Dan moet het goed komen. Dankjewel. Alsjeblieft. In deze vlog ben ik op zoek gegaan naar tips om niet te laat te komen. Ik heb er 5 voor jullie verzameld en dit is tip nummer 1. If you snooze, you lose. Dit is tip nummer 2. Dus het is eigenlijk gewoon een activiteit gelijk doen als je wakker wordt. Dit is tip nummer 3. Heel veel hele irritante wekkers zetten. Dit is tip nummer 4. Je moet telefoon ver van je bed af, dat je je bed aan moet komen, dan lukt het best wel. Dit is tip nummer 5. Veel van die wekkers nu, die rennen weg. Oh, echt? Ja. Oh, dat is gaaf. En die blijven gewoon totdat je een ram opgeeft. Maar je moet wel erachteraan rennen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje. Wil je wat meer van mijn filmpjes zien? Klik dan op abonneren. En als je wil weten wanneer de volgende vlog online komt, klik dan op het belletje. Tot de volgende vlog.